Hallo, ik ben Ilona van Ware Kracht. Je kunt mij vinden op www.warekracht.nl en op Facebookpagina Ware Kracht. Ik ga het iets anders aanpakken dan ik hiervoor heb gedaan. Deze video is alleen voor vissen. En het gaat om 1 tot en met 15 december 2020, waar ik tarotvoorspellingen voor ga doen. En dit gaat om de energieën die er dan op dat moment spelen, die ik in ieder geval naar voren krijg in mijn tarotleggingen. Dus kijk even of het resoneert met je of niet. En uiteraard als ik advies geef of iets aangeef, kijk gewoon of je er wat mee wil gaan doen of niet. Want je hebt natuurlijk altijd je vrije wil. Deze is voor vissen. Ik ga als eerste een thema trekken, een themakaart voor vissen. Ik ga de algemene energieën van week 1, daar trek ik een kaart voor, en ook voor week 2. En dan voor de liefde trek ik voor week 1 en ik trek voor week 2 een kaartje. Oké, nou dit zijn de kaarten en die zal ik ook even laten zien. Dit is het thema voor de vissen voor de eerste 2 weken van december 2020, Koning van Zwaarden. Zo, en dan ga ik om de algemene energieën voor vissen de eerste week. Zo, sorry, ik dacht misschien dat er iets niet helemaal goed ging hier. Dat is staven 9. Staven 9, dat is dus de energie van de eerste, voor de eerste week van december voor vissen. De tweede week heb ik bekers 4. Zo, ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Ja, volgens mij wel. En dan voor de eerste week voor het liefdesleven pentagrammen 10. En dan de tweede week heb ik zwaarde 7. Dus dat, ja. Als ik zo zie, is de, nou ja, ik kan niet zo zeggen dat de eerste week nou zoveel beter zal zijn als de tweede week. Maar de tweede week wordt pittig voor de vissen. Sowieso heb ik de koning van zwaarden als thema. Nou, vissen zijn hele gevoelige tekens. Het zijn watertekens. En dan koning van zwaarden gaat eigenlijk over lucht, over de ratio, over de mentale. Dus wat dat betreft is het thema dus voor de vissen om niet te veel zich mee te laten slepen. Misschien ook wel alles wat er nu op dit moment gebeurt in de wereld. De energie. Dat je je niet te veel emotioneel laat meeslepen met alles wat er om je heen gebeurt. Dat je afstand probeert te bewaren en dat je er wat objectiever in staat. Dat je ook heel goed gaat kijken, ja, klopt dit wel? Dat je niet iedereen achterna loopt en dat je ook echt je eigen informatie opzoekt. Er zijn een heleboel mensen op dit moment met een heleboel verschillende meningen. En het gaat erom wat bij jou past. Dus kijk gewoon ook even wat er past bij jou in je leven. In de eerste week voor de algemene energie kunnen er dingen getriggerd worden. De staven 9 gaat ook over een man die heeft ook een wond, heeft die een oude wond aan zijn hoofd. En hij staat klaar omdat hij kan vechten. Dus er zijn oude dingen, het staat vaak voor oude pijnen. Dus er kan iets getriggerd worden, er kan iets in je leven gebeuren. Zoals ik al zei, het kan zelfs mee te maken heeft de energie om je heen. Maar dat kan bijvoorbeeld op je werk of in vriendschappen, in relaties, noem maar op. Op alle gebieden van je leven kan er iets gebeuren waardoor er oude pijn omhoog kan komen. En die oude pijn, zeker in week 2, kan er juist voor zorgen dat je je gaat afsluiten. Dus als advies zou ik meegeven dat je ook echt met die oude pijn gaat werken. Dat is heel belangrijk om te zien wat jou triggert en wat jou die pijn, welke pijn dat is, wat voor patroon dat is. Anders kan je in die tweede week helemaal vast komen te zitten. Dan kan er dus blijkbaar iets aangeboden worden in. Je sluit je gewoon helemaal af. Je hebt zoiets van, nou, zoek het lekker uit. Laat mij met rust. Dus het is heel belangrijk, want zeker die tweede week wordt echt pittig, want het zijn twee pittige kaarten. Het is belangrijk om daarin dus objectiviteit te vinden. En juist dus ook als oude pijn getriggerd wordt, om daar afstand in te nemen, zodat je niet helemaal wegzakt in die onvrede en die apathie. Dus het is heel belangrijk om je hart en je verstand, want daar staat deze kaart ook voor, op één lijn te krijgen. Dus dat zijn de algemene energieën voor de eerste twee weken van december 2020 voor de vissen. In de liefde lijkt het, in ieder geval in week 1, dat het vrij stabiel is. Je pentagrammen 10. Maar ik heb daar ook een beetje niet zo'n goed gevoel bij. Dus ik heb het gevoel dat het misschien een beetje te gemoedelijk is. Het kabbelend. Het kan als single zijn. Dat je eigenlijk helemaal niet zo blij bent dat je single bent.
En dat dat misschien in die week, in die eerste week getriggerd wordt. Dat kan dus. Zeker met die algemene energie. Dat dat juist misschien wel de komende feestdagen. Dan denk je, nou, dan ga ik weer alleen. Oh, ik heb er helemaal geen zin in. Wow. Weet je, dat je een beetje dat gevoel hebt. Of je zit als visser die wel in een relatie zit. In een relatie waar alles een beetje kabbel de kabbel. En gemoedelijk gaat. En dat het ook niet helemaal is wat je wil. Dus het is een beetje kijken even wat resoneert bij jou. Want, en het kan ook nog dat het juist wel vrij stabiel is als je in een relatie zit. Maar je weet vaak zelf wel of je relatie goed is of niet. Als het je energie kost, als het je uitput, dan weet je eigenlijk al dat je in een relatie zit die op dat moment niet zo goed voor je is. Dat wil niet gelijk zeggen dat je de relatie moet verbreken. Maar wel dat er wat werk aan de winkel is en dat er dingen besproken moeten worden en uitgewerkt moeten worden. En als de andere persoon dat niet wil, dan houdt het natuurlijk ook op en dan kan je daarna je besluit maken. Maar kijk altijd even hoe je je voelt. Zoals je in een vrij stabiele relatie zit dan in de week 1. En dat voelt ook zo. Je voelt je vrij goed. Dan klopt die kaart daar ook mee. Maar dan wil ik graag naar de tweede week. Want daar kan je dus ook verschillende, hoe zeg je dat, interpretaties aan geven. Als jij single bent en eigenlijk voel je je helemaal niet zo lekker als single zijnde. Het voelt een beetje te stabiel aan. Dan kan het heel goed dat je in de tweede week juist dus voor dingen wegloopt. Er zijn dan dingen getriggerd. En het is wel de bedoeling dat je die aangaat en dat je er niet voor wegloopt. Dus bepaalde pijnen die omhoog komen. Misschien oude teleurstellingen met exen. Misschien kom je wel een ex tegen of komt er iets omhoog van vroeger. Dat je gewoon heel veel pijn doet. Dus het gaat erom dat je daar niet voor wegloopt. Dus als single zijn, dan kan het dat je dus wegloopt voor oude pijnen. Als je in een relatie zit die al niet goed is, kan het heel goed dat je daarvan wegloopt door niet dat aan te gaan. Door niet met die ander in gesprek te gaan om te kijken of dat kan veranderen. Dat is heel belangrijk. Als ik al aangeef, dan pas kan je echt besluiten maken. Als je de hele tijd voor wegloopt, ja, dan blijft het zoals het is. Het kan dus ook nog zijn dat je in een stabiele relatie zit, maar dat er dus iemand in de omgeving. Dat hoeft dus niet in de relatie te zijn, maar iemand die eromheen loopt. Die een beetje probeert te manipuleren en dingen en niet helemaal eerlijk is. Dus zoals ik zei, kijk even hoe het resoneert en of wat er bij je past. Dus in geval je een vrij stabiele relatie hebt, let even op je omgeving in die tweede week. Dan kan iemand die bijvoorbeeld gaat trekken. Het kan zelfs een familielid zijn die aan een van degenen in de relatie gaat trekken. Dus kijk even hoe dat gaat. Zoals gezegd, het kan ook als single zijn dat je voor dingen wegloopt. Of dat je in een relatie zit die niet zo goed aanvoelt en dat je daarvoor wegloopt. Dus eigenlijk als vissen wordt dit best wel pittige 2 weken waar je echt wel wat mee mag doen. En dan wil ik als laatste de wijsheid van het orakelkaart erbij trekken. Wat ik nog even wil meegeven, het is uiteraard altijd aan jezelf wat je precies gaat doen. Nog even extra voor de vissen. Kijk. Dit is nieuw leven vissen. Dat is wel iets waar je naar verlangt volgens mij. En wil jij een nieuw leven beginnen, dan zal jij wat objectiever moeten kijken. Je niet zo moeten laten meeslepen met je emoties. En dan is het heel belangrijk dat je dingen aangaat. Je niet wegloopt voor je onvrede, voor je apathie. Dat je dat ook echt aanpakt. Ik hoop dat deze video resoneert. En ik hoop dat je bij de volgende video aanwezig zal zijn. Doei doeg!